Gezond eten, volop bewegen. Je kunt er niet jong genoeg mee beginnen. Dat dachten ze ook op basisschool Langenberg. Daar is sinds kort volop aandacht voor een gezonde leefstijl voor alle kinderen. Jean-Paul Reul coördineert het project op basisschool Langenberg. Hij legt uit wat het betekent om gezonde basisschool van de toekomst te zijn. Dat betekent dat kinderen nu tegenwoordig van ons een lunch aangeboden krijgen volgens de schijf van 5. En dan hebben de kinderen in principe in de middag hebben ze de tijd om een half uur te lunchen. Dat doen ze in de klas onder begeleiding van pedagogische medewerkers en vrijwilligers. En daarna gaan de kinderen een uur sport- en spelaanbod buiten genieten. Doen we hier op het schoolplein, doen we achter de school, doen we op de sportvelden van SV Langenberg een stukje. En daarmee hopen we eigenlijk dat leerlingen gezond kunnen lunchen en gezonde voedingsstoffen binnenkrijgen. En aan de andere kant hopen we ook dat ze door het sporten en het spel een stukje gezond beweging meekrijgen in die zin. De lokale supermarkt voorziet de school in gezonde lunchpakketjes die door betrokken vrijwilligers elke pauze worden uitgedeeld aan de kinderen. Die lunchpakketjes zijn elke week anders, zodat kinderen ook nieuwe dingen leren eten. Er wordt gegeten in 2 rondes. De eerste ronde moeten we altijd eerst brood eten. Daarna komen pas de broodjes en de crackers. En vlees, kaas, stroop en pindakaas. Laatst hadden we mozzarella balletjes. Die had ik nog nooit geproefd en dan proef ik het en dan vind ik het lekker. Het hele project heeft ook een belangrijk sociaal aspect. Vooral de gezelligheid van het samen eten. Vooral in de onderbouw merk je gewoon dat kinderen gewoon hartstikke gezellig aan de tafeltjes samen heel rustig zitten te eten en echt in het genieten zijn. Ja, ik vind het superleuk om met mijn vrienden dan te eten en dan praten we soms even en dan vertellen we over het weekend en zo. De school hoopt dat kinderen hun ervaring mee naar huis nemen om ook daar met het gezin gezonder te eten. En dan hopen we dat we natuurlijk naar later toe zorgen dat ze een gezonde leefstijl krijgen aangeleerd via ons en daar dan ook profijt van hebben.